Wij staan op het punt een boot te selecteren om het mee op te nemen tegen de allergrootste haai van de virtuele Roblox oceaanbodem. En ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kan geven dan dat ik mijn boot selecteer. En de like challenge begint nu. Oké. Come on! Dit gebeurde de vorige keer ook. Ik weet niet of jullie zagen wat er gebeurde. Ik weet trouwens zeker dat ik sneller was. Ik koos een submarine, wat een soort van... Oeh, is dat hem? Oh, dat is hem! Oh, nee! Hij is wel gespawnd, maar hij zit... hij zit letterlijk in de grond geglitcht. Dit zou dus een onderzeeër moeten zijn, waarmee wij het zouden kunnen opnemen tegenover Jaws. Maar ik heb een soort van geheim wapen. Een troef achter de hand waarmee wij Jaws 100% kunnen inmaken. En dat is het cruiseschip. Oké, in eerste instantie denk je misschien, een cruiseschip? Is dat niet alleen handig om mee op vakantie te gaan? Nee, want dit schip zal waarschijnlijk zometeen exploderen. En als dat gebeurt, dan is er een grote kans dat Jaws in de explosie terechtkomt. En zoals jullie kunnen zien, hij is alweer 3/4 van zijn leven kwijt. Dus eigenlijk het enige wat wij nu nog moeten doen is het proberen af te maken met ons raygun. Dit is spannend. Nee, ik hoef geen minigun. Niet nodig spel. Waar is die? Waar is die? Wat is dit allemaal? Ah, dit is waarschijnlijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De motor van de boot. Oké, hij is bijna ingemaakt. En het fijne is, desondanks dat Jaws onze boot heeft weten te vernietigen, heeft hij ons niet opgegeten. Dus nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van niet afgaan en hopen dat Jaws dat wel gaat. En dan hebben wij deze ronde gewonnen. Oké, come on. Yes, there we go. Come on now. Oké, we moeten dichterbij zien te komen. Oh yes. Come on. Waar is die? Het is zo creepy als je niet weet waar die is. Oké, weet je wat? Ik reset mijn karakter nog één laatste keer, want het heeft niet meer veel nodig. Ah, come on! Jaws heeft gewonnen. Oké, luister, misschien moeten wij toch voor de minigun gaan. Hey, het is prijzig, daar ben ik het volledig mee eens. Maar het is wel een item waarvan ik denk dat we de Jaws in een paar seconden mee in kunnen maken. En dat zou amazing zijn. Maar eerst even een andere boot die we eerder nog niet hebben gekozen. Een piratenschip versus Jaws the High. Oké, wie denk jij dat dit gaat winnen? Ben jij team boot of ben jij team high? Oké, luister, er is een heel klein bootje wat achterna wordt gezeten door Jaws. Laten wij onszelf opofferen en laten we proberen dat bootje te redden. Wij hebben een grotere boot, wij hebben een grotere kans op overleven tegen Jaws. Oeh, hij gaat weg. Uh-oh. Gaat hij weg omdat zijn interesse naar iets anders is toegelokt? Zoals een piratenschip. Oké, nice. Kijk, ik los het kleine bootje af en ik zorg ervoor dat Jaws niet meer verder kan. Wat? Oh nee, oké, daar gaan we. Oké, de battle is begonnen. Mega piratenboot versus Jaws. Ik weet eerlijk gezegd niet zeker of we überhaupt een schijn van kans maken. Het is wel opvallend dat Jaws een soort van probeert weg te komen van ons. Zeg maar, meestal is het in dit soort games zo dat de speler juist probeert weg te komen van de haai. Maar het is omgekeerde wereld op dit moment, schijnbaar. Oké, Jaws, there we go. Hey, je kunt weg blijven varen, maar geloof me als ik je zeg... Uh-oh. Oh, nee. Oh, nee. Het scheelt niet veel... Uh-oh. Are you serious? Ben ik ingemaakt? Nee, ik ben nog niet ingemaakt. Oké, Jaws, laat me met rust. Hier, ik heb een raygun. Ik moet proberen hem te raken. Waar is die? Oh, nee! Yo, wat doet hij? Ik weet niet wat voor gekke soort van Pokémon move dat was. Maar het was overduidelijk krachtig. Onder water. De enige optie die we hebben. Onder water. Oké, luister. Deze boot was nice, maar als ik heel eerlijk mag zijn, werkte het cruiseschip stukken beter. Maar we hebben nog steeds niet alles gezien. Er zijn nog meer boten die we kunnen kiezen. Zoals bijvoorbeeld deze. En ik weet eerlijk gezegd niet eens precies wat dit is, maar ik wil het graag een keer proberen. Wow. Yo, dit lijkt wel een bunker! Ik weet niet of jullie die deur daar zien, maar als wij hier naar binnen zouden kunnen, dan ben ik ervan overtuigd dat Jaws ons letterlijk niks kan doen. Oké, luister. Ik weet niet of iemand het heeft bijgehouden, maar dit duurde geloof ik niet langer dan 10 seconden. En de bootje lag onder water.
Maar oké, luister. Ik twijfel nu serieus of ik dit moet doen, ja of nee. Wil jij de minigun Game Pass kopen? Luister, het zou zo kunnen zijn dat als we dit doen, dat we het makkelijk van Jaws kunnen winnen. Maar het nadeel is, het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat als we dit doen, dat we letterlijk niet eens krijgen waarvoor we betalen. En dat zou ik toch echt heel erg jammer vinden. Oké, ik weet niet wat Jaws aan het doen is, maar hij gaat letterlijk alle kanten op. Ik weet niet of... Oh, luister, Jaws. Ik weet dat je altijd al op ballet hebt willen zitten. Maar dit is geen ballet, oké. Kom op. Maar wacht, we kunnen hem nu denk ik wel inmaken. Ik maak geen grap. Ik denk serieus dat we hem nu best wel zouden kunnen inmaken. Alleen op een of andere manier werkt dat ding wat we nu in onze hand hebben, werkt even niet. We hebben een harpoen. Dat kunnen we op zich gebruiken. Lijkt te werken. Ik weet niet wat er gebeurt. Weet je wat? We laten onszelf nog één keer ingemaakt worden. En we gaan nog één keer voor een andere boot. Want ik geloof dat er nog steeds meer mogelijkheden zijn. Oké, wat hebben we nog meer? Wat behoort tot de mega VIP? Oh, deze. Ja, dat is een normale VIP. Ja, ik wil zo ongelooflijk graag de onderwaterboot proberen. De submarine. Alleen elke keer als ik die span, dan zit hij vast in de grond. Kijk maar. Oh, hij is gelukt! Nice! Oké, nu moet ik alleen kijken of ik erin kan komen. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat werkt. Er moet ergens een in... No way. No way. Come on. Come on. Het werkt. Oké, luister. Ik weet niet of we er al mee... Ja! Oké, we gaan iets omhoog. Iets omhoog. Kunnen we iets omhoog? Ja, het werkt nog steeds niet ideaal. Maar het is in ieder geval al een vooruitgang op wat we eerst meemaakten. Toen we er niet eens in konden zitten. En we dus letterlijk door de oceaan moesten zwemmen met Jaws op ons hielen. Dus dit gaat al stukken beter. Maar het is nog steeds niet helemaal fantastisch. Waar is de haai? Eigenlijk is dit wel gewoon een goede manier om ongezien bij Jaws uit de buurt te blijven. Zeg maar, Jaws is ongelooflijk groot. En hij maakt graag gebruik van zijn grootte. Hij vindt het fijner om bovenop het water te zwemmen waar iedereen hem kan zien en bang wordt van hem. Oeh, hij wordt ingemaakt, denk ik. Oeh, wacht, we kunnen helpen. We kunnen hem, denk ik... No! Way! Woo! Jaws is ingemaakt. Oké, dat zag ik serieus niet aankomen. Dat zag ik serieus niet aankomen. Is er nog een boot die we niet hebben uitgeprobeerd trouwens? Ja, deze. Maar, wat is dit? Oh, dit is een... Is dit een speedboot of zo? I don't know. Alleen het lijkt er niet echt op dat we ermee kunnen varen. Want elke keer als ik op naar voren druk, gebeurt er niks. En dat is het nadeel. Wanneer je niet kunt varen in een boot, dan is de functionaliteit van de boot een beetje weg. Ja, ik denk dat we hier niet zoveel aan hebben. Het spijt me, dames en heren. Maar we weten dus nu in ieder geval wel dat als we geluk hebben, dat de onderzeeër op een bepaalde manier spant dat we er wel wat mee kunnen. Extra gear geeft jou 1 gravity coil, een medkit en een zaklamp. Een zaklamp waarvoor? Om in de maag van Jaws te kunnen kijken wanneer we zijn opgegeten. Waarschijnlijk wel, want een zaklamp heb je toch niet nodig in dit spel. Alright. Wat we ook kunnen doen is een ander wapentje halen, maar... Nee. Laten we eerst voor iets anders kiezen. Ik wil nog 1 keer die submarine proberen. Oké, nice. Hij is weer een soort van goed gespant. De vraag is alleen, kunnen we er ook echt fatsoenlijk in varen? Daar gaan we, oké. Naar boven. Naar boven. Come on. Ah, hij zit letterlijk vast. Hey, we kunnen ermee... Het zou helemaal awesome zijn als er een soort van schip was met een kanon erop. Kijk, luister. Dat hebben we niet eens nodig. Er is 1 ding wat we nodig hebben om Jaws in te maken. We offeren onszelf in die zin dan wel een beetje op. Maar het werkt. Dat heb ik jullie eerder laten zien. Wat wij nodig hebben, dat is de cruiseschip. Schijnbaar is de motor van de cruiseschip zo dusdanig sterk dat wij Jaws daar eigenlijk al gewoon mee in kunnen maken. Het klinkt misschien raar, maar als Jaws deze boot aanvalt, dan valt hij eigenlijk indirect zichzelf aan. Want de motor van de boot zal exploderen en Jaws gaat erin mee. Oké, check this out. Hij komt waarschijnlijk nu op ons af. Het is heel vreemd, maar als je met je boot tegen Jaws aanvaart, dan lijkt het alsof hij weg wilt zwemmen. Maar zodra je je omdraait, dan komt hij achter je aan. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Kijk, hij valt de boot aan. En nu moeten we eigenlijk hopen dat de boel explodeert. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt om te zeggen. Hè? Het is een mega cruise schip. We zijn er hartstikke blij mee. Maar we hopen dat hij explodeert. Come on! Jaws! Hier ben ik! Serieus? Je wilt naar een banaantje? Oh, oh. Oh! Oh, de battle! De battle! Oh! Oké, moment van de waarheid. Gaat er een explosie zijn?
Gaat er een explosie zijn? Als er geen explosie gaat zijn. Oh! Oh! Hij is bijna al zijn health kwijt. Ik weet niet of jullie dat zien, maar hij heeft nog maar een beetje over. Dus nu zouden wij het op zich kunnen inmaken. Door middel van een... van de ray die we hebben. Oh, we hebben hem bijna. We hebben hem bijna! Waar is die? We hebben hem echt legit bijna. No joke. Nog een heel klein stukje. Alleen onze raygun die moet hier en daar een beetje herladen. Oké, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een idee. We gaan naar de coins. We kopen 50 coins erbij. Buy now. Dan gaan we heel snel, want hij is letterlijk boven ons op dit moment. Gaan we naar de weapon shop. En dan kopen we nog een raygun. En misschien dat dat werkt. Kijk, hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Even kijken, waar is die? Daar. Daar, daar, daar. Snel. Snel. Come on, ja! Nog maar een klein beetje. Ja! Yes! We hebben hem ingemaakt. Wij hebben Jaws ingemaakt. Boeia! Dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk bedankt voor het kijken. En adios.